In het vorige verslag van de informateur, dus niet het laatste verslag, maar daarvoor, daar is natuurlijk opgeschreven wat er uit de inventarisatie is gekomen langs de fractievoorzitters. En dan citeer ik: veel lijsttrekkers, onder wie de lijsttrekkers van PVV, PvdA GroenLinks, NSC, CDA, Volt en JA21, zijn van mening dat het kabinet bij voorkeur moet berusten op steun van partijen waarvan de fracties tezamen een meerderheid vormen. Zeker. In beide kamers, waarbij een meerderheid in de Eerste Kamer wenselijk, maar niet noodzakelijk wordt geacht. Zeker. U heeft dat verslag gelezen en u wist dus op 10 januari dat het eigenlijk lastig werd om verder te praten. Want de NSC-fractie heeft duidelijk in dat eerste verslag al gezegd dat ze streven naar een meerderheidscoalitie. En dat dat hun voorkeur was en dat dus een gedoogcoalitie, dat dat niet een optie was, althans volgens de brief die als eerste door de heer Plasterk naar de Kamer is gestuurd. Dus waarom toch, ik wil daar helderheid over, waarom na 10 januari doorpraten terwijl u dit wist? Ja, maar voorzitter, ik heb ook dat antwoord al gegeven. Natuurlijk, dat wisten we. Overigens is het vrij normaal dat in een ronde, ik maak het niet de eerste keer mee, vroeger was het bij het staatshoofd, nu is het bij de verkenner in het begin, dat de meeste partijen uitgaan van een meerderheidskabinet. Dus dat zijn eigenlijk bijna standaard teksten die partijen zeggen, nou, we hebben liefst een stabiele. Ik geloof dat de heer Omtzigt eerweer toekomt de enige was die deze keer van begin af aan zei, ik wil iets anders. Maar normaal is het in iedere ronde. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat in de verkennersronde een partij zei, ik wil geen meerderheid, maar gedogen of extra parlementair. Dat is wat dat betreft uniek geweest. We hebben ook gezien dat gedurende het proces partijen soms van mening veranderden. Of naar die verklaring, of zeiden wel gedogen, niet gedogen. Het is een heel ingewikkeld proces waar we het niet over mochten hebben. Dat is de belangrijkste antwoord wat ik u opnieuw geef, collega Bontebal. Niet om weg te duiken of zo, want dat is echt oprecht wat ik geloof dat het eerlijke antwoord is. Wij mochten het daar niet over hebben. Het behoorde niet tot de opdracht. En waarom zijn we niet gestopt? Omdat we A vonden, nou ja, we nemen daar kennis van, maar we gaan daar in ronde 2 over doorpraten en het was niet van een dusdanige boodschap. Het is niet zo dat hij ons zich terugkwam en zei, jongens, ik wil helemaal niks meer. Ik doe helemaal niks meer. Wat jullie ook willen, ik doe helemaal niks meer. Ik denk dat dan mensen wel hadden gezegd, in ieder geval ikzelf, van oké, dan gaan we naar huis. Dat zei hij niet. En argument 2, het zal voor de tweede fase aan de orde komen. Dat is de reden, ik zit net niks achter te houden of zo. Ik zou bij leven en welzijn geen ander antwoord kunnen verzinnen. Ja, voorzitter, als we een karakterschets van de heer Omtzigt, van de heer Wilders zouden moeten maken, die van Omtzigt komt straks nog misschien. Als we een karakterschets zouden moeten maken van de heer Wilders, moeilijk, dan zou daar toch niet in staan dat hij ergens niet over zou praten als daar geen afspraken over zouden zijn gemaakt. Dus dat vind ik een beetje een vreemd excuus. Nee. Ik heb nog 2 hele concrete vragen waar ik gewoon een duidelijk antwoord op wil hebben. 1. Er stond in de krant dat er een A4'tje is gemaakt over de spreidingswet door uw partij en de VVD. Klopt dat? Is dat stukje tekst gedeeld aan de formatietafel? Ik ga daar niks over zeggen, voorzitter. Want dan raakt het de tafel. Dan moet je maar aan. Weet u, dat is echt een vraag. Of dat er is en of je die kan krijgen als die er is, dan moet je maar aan de informateur vragen. Ik ga er niks over zeggen. Want dadelijk is het weer, heeft die partij een stuk ingeleverd, kunnen we dat zien? Heeft die, weet je, dat valt allemaal keurig onder de wet. De wet openbaarheid, WOO heet die tegenwoordig. En ik geloof dat de informateur dat ook heeft opgeschreven toen hij het beslag aanbood. In de allerlaatste ronde voor het einde van de formatie wordt dat allemaal openbaar wat er is. Maar het helpt nu niet, hè? Want nogmaals, mijn doelstelling is dat we eruit moeten komen. Dat we door moeten gaan en dat het land bestuurd moet worden. En wat dan gewoon niet helpt, dat zou u ook niet doen als u in mijn plaats aan tafel zat, is dat je gaat praten over stukken die daar lagen en niet zijn vastgesteld en die gaat uitdelen. Dat is gewoon, dan gooi je het proces in de prullenbak en dat ga ik dus niet doen. Nee, maar ik vroeg u niet om het stuk openbaar te maken. Nee, maar ik ga ook niet zeggen wat ik wil het stuk, ik hoef het niet te hebben. Ja. Het enige wat ik wil weten, heeft het op tafel gelegen? Want u heeft op 10 januari met elkaar die basislijn over democratische rechtsstaat opgeschreven. Dus het is heel relevant in het debat of dat stuk op tafel heeft gelegen. En ik hoef het nu niet te hebben. Mijn tweede vraag is, klopt het dat door partijen, wellicht door collega Omtzigt, ook in de laatste fase teksten al op tafel zijn gelegd als een soort vorm van voorzet voor een regeerakkoord? En is er in de club mensen al gesproken over bewindspersonen, zoals ook in sommige kranten staat?
Ja, voorzitter, ik begrijp op alle drie de vragen. Ik zou dezelfde vragen stellen als ik u was. Uw nieuwsgierigheid, maar ik kan echt alle drie de vragen niet beantwoorden. Dat ga ik ook niet doen. Ik ga niet praten over welke stukken en waar is over gesproken. Dat zou, weet je, dan zou ik nooit meer met elkaar aan tafel kunnen. Als je daar antwoord op zou geven, dan zou niemand je meer vertrouwen dat je niet op een gegeven moment daarover praat. Of het nou u is of aan een ander. Dus de koninklijke weg hiervoor is dat u dat aan de formateur vraagt, niet aan mij. Hij gaat daarover, ik ga daar niets over zeggen. Ja, voorzitter, ik vraag niet om de teksten zelf, maar gewoon simpelweg om het feit of dit gebeurd is. Want dat zegt namelijk heel veel over de fase waarin de formatie zat. Als er namelijk op het laatste moment wel degelijk ook over teksten en over bewindspersonen is gesproken, kan je concluderen dat de formatie redelijk ver was. En dat maakt dan ook de positie van de NSC om er op het laatste moment uit te stappen ook vreemder, zou ik zeggen. Ja, ik weet niet of je het nou voor mij aantrekkelijk of minder aantrekkelijk wil maken om te antwoorden, maar ik ga niet antwoorden.